Is dit de kampioensfoto van VV Gieten? Je zou toch denken van wel, de ploeg is veel te sterk in die vijfde klasse E. 141 doelpunten voor en 10 tegen. Maar toch is er enige spanning voorafgaande aan de wedstrijd. Nee, eigenlijk niet. Gewoon eventjes natuurlijk een beetje wedstrijdspanning. Maar dan heb je iedere wedstrijd wel als trainer in ieder geval. Maar het gevoel is goed. Ik laat het zo de groep los en dan moet hij daar straks op veld maar laten zien. Het is vlak voor tweeën. Een prachtig zonnetje op deze 5e mei. Het publiek wil natuurlijk ook graag dat Gieten kampioen wordt. Dit is al de eerste minuut. Goed weggekopte corner, dan een beetje raar uitverdedigd. De bal wordt ingebracht. Goede redding van Steven Benninga. Uitblinker Gert Malipaard. Paas naar Kevin Lopez Cardozo. Die gaat liggen. Maar scheidsrechter Ait Hassing ziet er helemaal niks in. Tot teleurstelling van spelers en publiek. Een prachtige plaats van Jan Hulshoff. Op Gert Malipaard. Die zoekt zijn tegenstander op. En ja, die gaat liggen. En nu is het wel raak. We schrijven de 10e minuut. Penalty voor Gieten. En Gert Malipaard legt de bal zelf al klaar. De man speelde ooit bij Biekwik Groningen. Vaak in de tweede. En nu weer terug op het oude nest in Gieten. En hoe? 1-0. En toch blijft er een beetje spanning op de wedstrijd staan. We gaan naar de 26e minuut. Lopez Cardozo ziet daar de vrijstaande Gert Malipaard. Goed gezien, niet zelfzuchtig. Gieten naar 2-0 en dan is het misschien al beslist. Tinalo kwam er vanmiddag niet aan te pas. Dit is 4 minuten later. Bas Alting heeft de hoek voor het uitzoeken en dat doet hij ook. Het is 3-0 na een half uur spelen. En je kunt zeggen, Gieten is kampioen, alleen ze moeten nog een uurtje voetballen. En dan weer die Alting. Hij legt de bal terug op Arjen Wanders. Die ziet, de bal wordt van richting veranderd. Ook dat nog voor het arme Tinalo. En zo is het 4-0 bij de rust. Tinalo, ja, ze kwamen er niet aan te pas. Kijk eens, Oeg tegen de paal. En dan, ja, een beetje een rare klutsbal. Maar het is weer Gert Malipaard, zijn derde. En 5-0 na een kleine 10 minuten in de tweede helft. Het publiek kan zich opmaken voor een grandioos feest. Vanavond om 7 uur in de Ponybar. Weer Malipaard en die keeper Benninga, die heeft ook helemaal geen geluk. Via zijn benen wordt het 6-0 en is het zijn vierde. En Gieten gaat gewoon door. Maar wat doet Dries Wessels daar? Die denkt aan buitenspel, die is er even niet bij. Ja, en Bas Alting denkt van als jij er niet bij bent, ik wel. En hij gaat alleen op de keeper af. Ziet dan Malipaard, Malipaard ziet hem. Ja, en dit is, lijkt een beetje op de penalty van Johan Cruijff en Jesper Olsen dan in het veld. 7-0. Malipaard krijgt zijn publiekswissel. En het zou nog één keer gescoord worden. En eindelijk voor de nummer 9, Geijer Lutjes. Hij krijgt hier de bal, draait zich knap vrij. En 8-0. Gieten is duidelijk een maakje te groot voor die vijfde klasse E. Het arme Tinalo had helemaal niks vandaag in te brengen. De laatste handelingen. Scheidsrechter Hassing kijkt op zijn horloge. Hij doet geen seconde erbij. Hij zou wel denken van, laten ze in Gieten maar wat eerder feest vieren. Trainer Johnny Bartels krijgt de felicitaties van Jan Oosting. De zo geplaagde trainer van Tinalo. Vandaag dan. En eindelijk zien we ook de keeper van Gieten in beeld. Die had vandaag een vrije dag. Malipaard, de man van de wedstrijd, is uiteraard erg content met het kampioenschap. Ja, heerlijk gevoel. Ja, hebben we mooi afgemaakt vandaag. En, gelukkig was voor de rust de spanning al weg. En stonden we met 4-0 voor. Dus dan is de tweede helft lekker voetballen. Heerlijk weertje erbij. Dus ja. Fantastisch, fantastisch zo. Mooi feestje maken straks en dan... Dat hoort erbij. Gaan we lekker feestje. Feest in de kleedkamer. De voorzitter krijgt een bierdouche. Maar Gieten is terug in de vierde klasse. 149 voor en 10 tegen. Wat een seizoen in die vijfde klasse E. Dit is de stand. Gieten, 9 punten voor op SVZ van Albert Noord. Die ook ja, een goed seizoen draaien. Kijk even naar Tinalo. Die is op de 11e plek met 14 punten. SGO staat 12e. En Kiel Windeweer die sluit de rij. Yeah!